Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tjukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets moois maken voor buiten. Iets heel sterks, vooral met de warme temperaturen is dit zeer geschikt. Leuk bij de voordeur of bij de tuin. Dus heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Heel veel kijkers zijn nog niet geabonneerd, dus ben je een van die kijkers, druk eventjes op die abonneerknop. Het kost echt helemaal niets, maar daarmee help je mij ook eens groeien en daarvoor zorg jij dat ik deze leuke video's kan blijven maken. Dus dat zou ik heel erg leuk vinden. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wees er snel bij, want dit pakket is beperkte voorraad, dus als je het niet wil missen, ja, ga dan snel naar de site. We gaan dus aan de slag met dit mooie krukje. Dus ja, heb je er zin in? Doe een duimpje omhoog en dan gaan we gauw aan de slag. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. En daarnaast kan je nog meedoen met de winactie van de video die ik even hierboven in zal zetten. Dan kun je daar naartoe gaan. Maar we gaan nu eerst echt beginnen. Ik heb dus een heel mooi krukje als basis. En deze gaan we helemaal bekleden met mos. Dit doen we door de mos omheen te leggen en vast te binden met ijzerdraad. Ik begin daarbij bij de poten. Ik leg het mos er dus gewoon omheen. En dan bind je het vast met het ijzerdraad. Handig om eerst even een beginnetje te maken. Het krukje wordt dus heel natuurlijk. En zoals je ziet, je legt er gewoon omheen en wikkelt het draad er weer omheen, zodat het vast blijft zitten. En dan mag je dat met het hele krukje doen, dus overal, zodat je niks meer ziet. De bovenkant mag je nog even mee wachten, dus eerst eventjes de poten. Omwikkeld hebt, is het tijd om verder te gaan met de bovenkant. We doen alleen eventjes bij de punten aan de buitenzijde leggen we het mos neer. Dus de binnenkant laat je een beetje vrij en de buitenkant doe je wel met mos. En dat maak je ook gewoon weer vast met het wikkeldraad. Dus dat de punten van de bovenkant, laten we zeggen, mooi weggewerkt zijn. En dan hebben we een heel mooi basiskrukje. Mooi natuurlijk nu op deze manier. En dan gaan we verder met de bovenkant. We gaan werken met rotsplantjes, omdat deze echt heel sterk zijn. We halen de onderkant van het zand of van een groot deel af, dat kan geen kwaad. En we leggen aan de buitenzijde op vier plekken wat rotsplantjes. Thank you.
En daartussen bevestig ik weer wat bolmos. Dan heb ik een hele mooie kruik en deze vind ik heel mooi in het sfeertje passen. Je zult ook zien dat hij op den duur iets gaat verweren en dat vind ik juist mooi in dit stuk. En doordat je het op deze manier hebt opgebouwd, blijft de kruik er al heel mooi in liggen. En daarin doen we ook een vetplant. Je kan hem erin poten als je dat wil, maar hij heeft ongeveer hetzelfde formaat als het potje. Dus je kan ook het potje er zo in duwen. Dan heb ik touw en deze laat ik om het stuk heen lopen over de vaas heen. Dat geeft juist het sierlijke effect in het stuk. Je mag hem ook best naar beneden laten lopen. Dat is heel erg mooi. En wat houtschors erbij tussen. En dan hebben we echt al een heel mooi krukje. Komt hij nou in weer en wind te staan, dan kan je hem eventjes extra aan de bovenkant afwikkelen met touw. Juist omdat het al met jute is, is dat heel mooi natuurlijk en past dat mooi in het geheel. Het geeft ook een heel leuk effect. En dan doe je gewoon wirwar zigzag over het bloemstuk heen. Eigenlijk al helemaal af, maar wil je nou ergens iets hoger op zetten, dan is het ook nog leuk om met de diepte van het krukje te werken. Ik heb hier hele leuke terracotta potjes en deze kun je op verschillende hoogtes ertussen hangen. En daarin ook een klein vetplantje doen. Daarvoor gebruik ik ook gewoon de rotsplantjes, maar meer de zijstukjes van de rotsplantjes. Allereerst maak je even een touwtje aan het potje, want er zit al een gaatje onderin. En daar doe ik gewoon een knoopje in. En dan bevestig ik hem onderop. Je hebt natuurlijk een aantal keer echt gewikkeld met het ijzerdraad en het touw. Dus daar kan je wel aan bevestigen. En daar kan je dan het stekje van het plantje in doen. En wat ik dan ook nog wel heel passend vind bij dit stuk, om erbij tussen te doen, zijn deze houten vogeltjes. Deze zijn apart te koop in de webshop onder woonaccessoires, dus mocht je dat willen toevoegen. En ik vind die wel leuk om die erbij tussen te zetten. Eén of twee, dan kan je natuurlijk zelf kijken wat je dan leuk vindt. En dan hebben we echt een geweldig mooi krukje. Je moet hem eigenlijk echt van de bovenkant zien. Echt super leuk bij de deur, heel origineel. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het om naartoe moet, we sturen het gewoon naar je toe. En er is een beperkte voorraad van dit pakket, dus wees er snel bij. Wil je hem, als je hem niet wil missen. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's of heb ik jou weten te inspireren? Deel het op Facebook of Instagram en tag mij. Ik vind het echt super leuk om te zien wat jullie allemaal maken naar aanleiding van mijn video's. En heb je nou zoiets van, goh, ik wil dit vaker. Zoek soort video's voor buiten met sterke vetplanten, iets leuks voor op de tuintafel. Laat me vooral weten waar jij graag een bloemstuk wil zien. Op welk plekje en wie weet verzin ik er wat leuks bij en komt het in een nieuwe video. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Laat even een leuke reactie achter en dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doeg!